op 24 september, de zondag, is voor de vierde keer de Almelo Allee. Hebt u er al eens van gehoord? Ik heb ervan gehoord. De vorige editie was net voor mijn aantreden in Almelo vorig jaar. En dus ja, ik heb het alleen van horen zeggen dat het een geweldig evenement is. Waarin we Almelo buiten en Almelo binnen, het groen en de bebouwing met elkaar verbinden. En ook nog eens een evenement hebben waar iedereen aan kan deelnemen. Dat klopt. U bent al goed op de hoogte, begrijp ik. Naast het wandelen en het hardlopen en het fietsen is er ook een bedrijvenloop. Is het misschien iets voor de gemeente om daaraan mee te doen? Nou, ik heb begrepen, de gemeente doet zeker mee met een aantal teams aan Almelo Allee. Dat hoort ook, vind ik. Hè. De gemeente laat zich daarmee ook zien dat we betrokkenheid hebben bij datgene wat er gebeurt in de stad. Ja, en het mooie is aan de editie die we dit jaar voor de boeg hebben, dat we de mooiste plekken van de stad kunnen laten zien. Dat we de stad ook voor de Almeloers en mensen van buiten hopelijk ook die meedoen, een hele mooie beleving kunnen bieden. Onze bedrijven kunnen we laten zien, onze natuur kunnen we laten zien, de geweldige mooie binnenstad. Dus ja, het wordt een evenement van je welste. Nou, dat klinkt heel goed. En dit jaar is ook voor het eerst de start vanaf het centrum, vanaf het theaterhotel. Dus de binnenstad wordt nu ook meer getoond. Is het ook nog iets dat u zelf mee gaat doen? Ik weet niet, bent u een hardloper of misschien een fietser of meer wandelen? Nou, ik zou veel meer moeten bewegen dan ik eigenlijk doe. Daarmee heb ik het antwoord eigenlijk al gegeven. Maar ik ben er zeker bij om te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Op die 24 september en daar zie ik heel erg naar uit. Nou, dat klinkt al heel fijn. Mag ik u dan vragen, als u dan toch al zegt dat u hier komt, of u ook het startschot wil geven? Ja. Voor de hardlopers is dat. Dat is uiteraard een beetje burgemeesterswerk, hè? Dus dat doe ik heel erg graag. Nou, dan gaan we u in ieder geval 24 september zien. Heb ik nog één vraag voor u. Ik heb een instapkaart voor u. En die mag ik u geven namens de stichting. En hij is niet voor uzelf bedoeld, maar om aan iemand anders te geven. Wie daagt u uit om mee te gaan lopen of te fietsen? Je zou bijna kunnen zeggen, ik heb de 73.000 te weinig. Want ik zou deze kaart aan alle Almeloers willen geven. Iedereen kan meedoen aan Almelo Allee op 24 september. Ik zou zeggen, schrijf je in, doe mee. Goed, die 73.000 vrijkaart gaan we niet geven. Maar iedereen kan natuurlijk gewoon ook zelf meedoen met betalen. Heel hartelijk bedankt en we gaan u zien op 24 september. Dank u wel, graag gedaan.